allemaal. Vandaag gaan we een verhaal lezen uit het Oude Testament over Daniël in de leeuwenkuil. Daniël was al een oud man geworden. Daniël had eens zo mooi aan de koning verteld wat de koning gedroomd had en wat de vreemde droom betekende. Maar dat was nu al heel lang geleden. Die grote koning was nu al heel lang dood. Nu zat een andere koning op de troon. Dat was een goede koning. Hij was heel rijk en heel machtig en iedereen moest doen wat hij zei. Er woonden ook veel rijke en voorname heren in het land. Zij waren de vrienden van de koning. Maar één van die heren was de voornaamste en van hem hield de koning het meest. Wie was dat? Dat was Daniël. Ja, hij was de allerbeste vriend van de koning. Hij was de voornaamste van het hele land. Hoe kwam dat? Dat had God gedaan. God zorgde voor Daniël, altijd. En Daniël was een goed knecht van de koning, de allerbeste. Ja, van hem hield de koning het meest. Maar die andere heren werden boos op Daniël. Ze fluisterden tegen elkaar. Waarom is Daniël nu de beste vriend van de koning? Ja, waarom? Hij is uit een ander land gekomen. Hij is eigenlijk een gevangen man. En nu houdt de koning van hem het meest. Nu is hij nog rijker en voornamer dan wij. Nee, dat mag niet, dat mag niet. Daniël moet weg. Daniël moet dood. En dan moeten wij de rijkste en de voornaamste zijn. En de koning moet het meest houden van ons. Zo fluisterden die boze mannen. Daniël wist het niet. En de koning wist het ook niet. Eens zat de koning op zijn troon. Toen kwamen die voorname heren tot hem. Oh ja, ze keken heel vriendelijk. Ze bogen heel diep, maar hun hart was boos en vals. De koning wist het niet. Ze zeiden, o heer koning, wij weten iets moois. U bent de allerhoogste van de wereld. Wat u zegt moet gebeuren. Alle mensen moeten aan u gehoorzaam zijn. O heer koning, wij weten iets moois. Wat weten jullie dan? U moet zeggen tegen alle mensen van uw land dat zij niets mogen vragen aan geen God en aan geen mens dan alleen aan u. In wel 30 dagen niet. O heer koning, dat is iets moois. Dan is het net of u God bent. Ja, en wie ongehoorzaam is, krijgt straf. Die wordt in de donkere kuil geworpen waar de wilde leeuwen wonen. In de leeuwenkuil. Dan zullen die wilde beesten hem opeten, omdat hij niet deed wat u zei. De koning lachte. Hij vond het wel mooi. Hij vond het wel goed. Hij zei, ja, dat moet gebeuren. O, die voorname heren waren heel blij. Maar hun hart was boos en vals. Maar de koning wist het niet. Die boze mannen gingen weg. Ze lachten heel stil tegen elkaar. Ze fluisterden, o, als Daniël nu eens ongehoorzaam is, dan krijgt hij straf. Dan wordt hij in de leeuwenkuil geworpen. En dan zullen de wilde beesten hem verscheuren. Ja, en misschien is Daniël wel ongehoorzaam. Wij zullen goed kijken. Wij zullen heel goed kijken of Daniël doet wat de koning gezegd heeft. En als hij het niet doet, dan gaan wij snel, o, heel snel aan de koning vertellen. Die boze mannen lachten om hun eigen boosheid. Daniël wist het niet. Maar God in de hemel wist het wel. Die weet alles. Iedereen in het land hoorde wat de koning gezegd had. De mensen dachten, wij zullen niets vragen aan geen God en aan geen mens. In 30 dagen niet, anders krijgen wij straf. Daniël hoorde het ook, maar Daniël dacht, ik wil toch elke dag gaan bidden. Dat is ook iets vragen, dat is iets vragen aan God, dat moet. God is de koning van de hemel en de aarde. Hij zorgt voor mij. Hij geeft mij alles. Ik mag God niet vergeten. Nee, niet één dag. En Daniël ging elke dag in zijn stille kamer toch bidden aan God. O, kijk eens, daar gaan de boze mannen weg. Heel voorzichtig. Ze gaan naar het huis van Daniël en ze kijken en ze luisteren. Dicht bij het open raam, heel voorzichtig. Ze fluisteren. Zie, zie dan. Daniël ligt op zijn knieën voor het raam en hij ziet omhoog naar de hemel. Hoor, hoor maar. Daniël bidt, Daniël vraagt iets aan God en hij mag niets vragen. En dan gaan die boze mannen haastig weg. Ze lachen vals, ze zeggen, wij gaan het aan de koning vertellen. Snel, Daniël heeft verkeerd gedaan. Ze komen bij de koning. De koning schrikt. Heeft Daniël verkeerd gedaan? Is Daniël ongehoorzaam geweest? Moet Daniël nu in de kuil bij de leeuwen geworpen worden? Oh, en ik hou van hem het meest. Het is vreselijk. Ja, dat moet, zeggen die boze mannen. U hebt het zelf gezegd en wat u zegt moet gebeuren. Altijd.
Ze lachen en ze fluisteren elkaar. Nu gaat Daniel weg, nu gaat Daniel dood en dan zullen wij de rijkste en de voornaamste zijn. De koning wordt heel verdrietig. Ja, nu ziet hij de boze ogen van die mannen wel. Ze hebben dat mooie bedacht om Daniel straf te laten krijgen. Het zijn valse mensen. Maar nu is het te laat. Nu moet het vreselijke gebeuren. Arme Daniel. Daar gaat hij al. Ruwe soldaten brengen hem weg. Ze duwen de oude man zomaar de donkere kuil in, waar de wilde beesten brullen. Arme Daniel, wie zal je helpen? De kuil is zo donker, de kuil is zo diep en de wilde leeuwen zijn zo boos. Ze hebben zo'n honger. Arme Daniel, maar God weet alles. Hij weet wel hoe vals die mannen waren. Hij ziet je ook in die donkere kuil. Het wordt nacht, maar de goede koning kan niet slapen. Hij denkt altijd maar aan Daniel. O Daniel, zijn nu de wilde leeuwen al op je gesprongen? Hebben ze je gegrepen met hun scherpe klauwen? Hebben ze je verscheurd met hun scherpe tanden? Arme Daniel, en je hebt toch geen kwaad gedaan? Zo denkt de koning. Hij heeft zo'n spijt. En heel vroeg in de morgen gaat hij kijken. Hij gaat naar die vreselijke kuil met de wilde dieren. Hij buigt zich over de rand. Hij roept, Daniel, Daniel, ik kon je niet helpen. Kon je Godje in de hemel ook niet helpen? Daniel, Daniel. Stil. Brullen de leeuwen? Nee, het blijft heel stil. Maar hoor eens, dat is een stem. Dat is de stem van een mens. Oh, het is Daniel zelf. Hoor maar. Hoe heerlijk, Daniel is niet dood. Hij leeft nog. Hij spreekt. De koning buigt zich nog dieper. En hij kijkt. En zijn ogen stralen van blijheid. O Daniel, leef je nog? Hebben dan die boze beesten je niet verscheurd? O Daniel, hoe kan dat? Daar staat Daniel, heel stil, heel tevreden. Hij is helemaal niet bang en de leeuwen lopen zomaar om hem heen. Zij kijken hem aan, hun ogen glooien in het donker als vuur. Maar niet één doet hem kwaad, niet één. Daniel ziet hem hoog. Hij ziet de koning en hij zegt, O mijn heer koning, God in de hemel heeft mij zijn engel gezonden om mij te bewaren. Die wilde beesten hebben mij geen kwaad gedaan, niet één. Toen riep de koning zijn knechten. Haal Daniel uit de kuil, haal hem heel snel uit. En daar was Daniel weer. In zijn kleren was niet eens een scheurtje. En hij ging weer met de koning mee naar zijn paleis. En de koning hield nog meer van hem dan daarvoor. Maar de boze mannen die zo vals de koning bedrogen hadden, zij werden nu zelf in de leeuwenkuil geworpen. En toen... Toen stuurde God zijn engel niet. Dat was hun straf. De goede koning was zo blij. Daniel, zijn vriend, leefde nog. Dat had God gedaan. En de koning zei, jouw God is een heerlijke God. Ieder in mijn land moet van jouw God met eerbied spreken. Hij heeft je gered uit de klauwen van de leeuwen. Dat kan niemand. Dat kan God alleen. En Daniel bleef de trouwe knecht van de koning. En de koning hield van hem het meest. We hebben gelezen dat Daniel tot God bleef bidden, ondanks dat hij wist dat hij daarvoor gestraft zou worden. Daniel vertrouwde dus op God, dat God hoe dan ook voor hem zou zorgen. Of mensen zouden uitvinden dat hij gebeden had, of hij ook gestraft zou worden, wat er ook zou gebeuren. Hij vertrouwde erop dat God voor hem zou zorgen. Denk je dat jij ook zou blijven bidden in dat geval? Denk je dat jij dat ook zou durven? Als je weet dat je gestraft zou kunnen worden als je tot God bidt? Ik denk dat het best moeilijk was. En toch bleef Daniel bidden, want dat was de opdracht die het volk Israël gekregen had. Om elke dag tot God te bidden. Daniel werd dus gevangen genomen en in de leeuwenkuil geworpen. Denken jullie dat hij wist dat God hem zou redden? Dat hij zijn engelen zou sturen zodat de leeuwen hem niks zouden aandoen? Ik denk het niet. Ik denk dat Daniel erop vertrouwde dat God voor hem zou zorgen, ook als hij zou komen te overlijden. Hij wist dat hij uiteindelijk bij God zou komen. En daar gaat het ook om. Als wij in God geloven, betekent het niet dat wij een mooi, gelukkig leven hebben en niemand ziek wordt. Maar dat betekent dat we weten dat God altijd voor ons zorgt en dat we later bij hem mogen komen. Kunnen wij ook zo op God vertrouwen als Daniel? Zullen we even bidden? Lieve Vader in de hemel,
Wilt u ons helpen dat we op u kunnen vertrouwen op elk moment, ook als het moeilijk wordt, dat we toch kiezen om het juiste te doen en om u te dienen. Om Jezus wil. Amen. We have lots of jam jars left over and I have covered a jam jar in some tape. So this was a glass jam jar and I have just covered it in some masking tape that you might have around the house. This was from Hammer. Other products are available and you cover it other stores. You cover it all the way around, and once you've covered it, then it's probably making a bad sound effect. You can paint it and you can decorate it, and you could maybe write "Trust in the Lord" beautifully on it with your best handwriting, and you can put a little tea light inside it, and when you see the light, you'll be reminded to trust in God and remember the story of Daniel. Take care, everybody. Bye.